Ik zal me even voorstellen. Ik ben Nico Otteros en kom hier uit Heergewaard. Kijk, en de eerste keer voor jou. Wat maakt het nou zo speciaal? Hoe wordt zo'n Miss Tour de Waard nou gekozen? Word je gebeld of zo? Hoe gaat dat? Ja, zeker. Ik kreeg ongeveer in januari een telefoontje met de vraag of ik de Miss wilde zijn voor dit jaar. Nou, daar kan ik denk ik natuurlijk geen nee op zeggen. Dus dat was volledig ja. Zo word je gebeld, maar hoe komen ze dan op? Hoe komen ze bij jou dan terecht? Nou, zover ik weet zijn de meeste missen wel betrokken met betreft familie die vrijwilligers zijn. En vaak wordt op basis daarvan de mis ook gekozen. Oké. Dus het is een beetje, zit een beetje in de familie, de nichtje of een dochter bijvoorbeeld. Want je had net eigenlijk verteld, even buiten de uitzending, jouw vader die heeft iets met het parcours te maken. Ja, zeker. Die gaat 's ochtends vroeg zijn bed uit met nog een aantal andere vrijwilligers. En die zet alle hekken neer en die zorgt dat alle sponsors, dus al die doeken van die sponsors, op de hekken komen. Kijk, hartstikke belangrijk natuurlijk, anders weten de mensen ook niet waar ze naartoe moeten. En hoe ziet zo'n dag een beetje eruit? Want volgens mij is het best wel vroeg voor jou, zo op Tour de Waard in de ochtend. Ja, zeker. Dat was een vroege zondag. Ik moest om 7:45 bij de kapper zijn. Samen met de medaillemeisjes werden onze haren helemaal gedaan, in de watten gelegd, nagels gelakt, make-up, alles erop en eraan. En daarna om 10:00 het eerste startschot gegeven. Kijk, en dan de medailles die deel jij ook uit. Dat doe je dan de hele dag? Ja, het programma duurt tot 6:00 in de middag, heb ik begrepen. Dus ja, af en toe wat doen, medailles uitdelen, startschot geven. Ik begrijp dat we ook nog eventjes een rondje gaan rijden zometeen. Dus, Kijk, ja, dat is om 11:45 volgens mij. Hè? Dus dan ga je mee in de auto. Ja, als het goed is wel. Nou, ja. Leuk. Ik hou het allemaal een beetje in de gaten. Ik wens je nog heel veel plezier. Misschien nog even een leuk weetje, Tim Dekker in de studio. Weet je dat er in 1975 op 3 augustus, toen werd er nog geld gevraagd voor mensen die langs de kant stonden om bij Tour de Waard te kijken.